Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Robin Smalltalk. Vandaag gaan we dan ook uiteraard de vijfde aflevering van Wie is de Mol bespreken. De aflevering dat er niemand uit is gegaan en de volgende aflevering er zelfs twee kandidaten uit het spel gaan. Ja, dit was eigenlijk best een hele goede aflevering. Iets wat lastiger dan de afgelopen afleveringen. Met eigenlijk toch ook wel een heel bijzonder einde. Een opdracht die doorgaat naar volgende week. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat er daaruit gaat komen, maar daar komen we zo meteen later op terug. Ja, nu we dit besproken hebben, gaan we naar de intro van deze Robin Smalltalk. Dit is de aflevering van Wie is de Mol, waar de opdrachten stuk voor stuk aan elkaar geplaatst moeten worden, waar de routebeschrijving nogal onduidelijk is en de aflevering een onvoorspelbaar einde heeft. Ze moesten deze aflevering in ieder geval een hoop wegwerken, wat ook de titel van deze aflevering is. De titel van opdracht 1 is genaamd Stuk voor Stuk. De opdracht waar ze opdrachten stuk voor stuk aan elkaar moesten leggen om €1750 voor de pot te kunnen verdienen. Helaas is dit niet gelukt en hebben ze deze opdracht met €0 voor de pot afgesloten. In deze opdracht zijn een aantal dingen opgevallen. Wellicht zijn sommige wat opzichtig, maar hey, nietjes wat het lijkt. Te beginnen met Nikki. Ze zegt voor de opdracht dat ze met de groep moet gaan graven. Niet in het zand, maar in het geheugen. Voor deze opdracht moeten we graven. En niet in het zand, maar in ons hoofd. Want we gaan ons geheugen testen. Een mol graaft natuurlijk ook graag wanneer deze zand ziet. Dus wellicht was dit een hint richting Nikki. Maar we hebben dan ook Patrick die het volgende roept. Ik ben de mol! Dit is de eerste zijn spiegelopdracht. Staat op ik ben de mol. Dit zou dan ook wel eens een hele brutale molactie kunnen zijn. In ieder geval twee opvallende momenten. Ja, dan verder deze opdracht. Mocht Nikki de mol zijn, dan was dit toch wel een van haar betere acties. Ze weet de groep ervan te overtuigen dat Vragenvuur voor de lasergame kwam. Al met al een lastige opdracht om te voltooien. Dus het is ook niet meer dan logisch dat ze in deze opdracht €0 voor de pot hebben gekregen. Dan gaan we door naar opdracht 2, ook wel genaamd routebeschrijving. Voor deze opdracht moesten ze in de hotelkamer enveloppen pakken en duos vormen om te gaan navigeren naar hun eindbestemming. Voor deze opdracht was €1500 te verdienen, mits ze binnen de tijd op de locatie aanwezig zijn die ze toegewezen hadden gekregen. En er was een duo die een ontsnappingspositie had voor de test en executie. Helaas waren Jeroen en Ron te laat, waardoor ze ook deze opdracht geen geld binnen hadden gehaald. Hierop aanvullend viel op dat Nikki erg snel een envelop wilde pakken. Later heb ik dit nog een keer teruggekeken, maar het bleek dus dat Patrick als eerste een kaart wilde pakken. Daarna Jeroen heel snel en als laatste was Nikki die de kaart wilde pakken. Natuurlijk wilde de mol niet de ontsnappingspositie hebben, want als ze in opdracht 3 op zoek moeten naar Nikki en naar Tigo, dan wil de mol natuurlijk voorkomen dat ze geld voor de pot bij kunnen verdienen. Dan zal waarschijnlijk dus of Jeroen of Patrick zal dan een potentiële mol kunnen zijn. Verder proberen Ron en Jeroen de opdracht al nodig te vertragen door met de Chinezen op de foto te gaan. We worden hier belaagd door een hele ploeg Chinezen. Help! Er werd er juist niet gecommuniceerd of juist iedereen communiceerde tegelijkertijd. Oké, ik herhaal nog één keer. Er wordt niet geluisterd. Ga over de brug en neem de eerste afslag op de rotonde. Ook kwamen Jeroen en Ron te laat binnen, maar dit kwam meer omdat Peggy en Patrick onduidelijk waren met de uitleg en constant gezellig aan het praten waren en lol aan het trappen zijn. En dan natuurlijk als laatste Nikki en Tigo. Iedereen had de telefoon op de luidspreker staan behalve Nikki. En zij had ook constant de telefoon aan haar oor, waardoor Tigo Nikki natuurlijk niet kon controleren of het wel klopte wat werd gezegd. Of zou dit dan ook weer een aanwijzing kunnen zijn richting een molactie? Ik durf het in ieder geval niet te zeggen. En dan zijn we alweer aangekomen bij de derde en laatste opdracht van deze aflevering. Deze is genaamd Onvoorspelbaar. Dit is de opdracht waar Patrick, Peggy, Jeroen en Ron op zoek moeten naar Nikki en Tigo. Wanneer ze Nikki en Tigo binnen 24 uur vinden, dan moet iedereen meedoen aan de test en executie. En anders zijn het alleen de overige vier kandidaten. Tevens zal er in deze opdracht de mol waarschijnlijk ook in de groep van vier kandidaten zitten. Wat ik dus ook al eerder aangaf in opdracht 2. Want de mol wil natuurlijk dat er zo min mogelijk geld in de pot komt. En de enige die het eigenlijk wat duidelijk aangaf was Ron natuurlijk. Want hij wilde gewoon voor de informatiepunten gaan
in plaats van voor de geldpunten. In dit geval valt er nu verder hier nog niet heel veel over te vertellen, omdat we maar een klein stukje hebben gezien van deze opdracht. En we gaan dan natuurlijk ook volgende week zien hoe dit verder gaat aflopen. En dan is het alweer voor zover aflevering 5, waar niemand het spel heeft hoeven verlaten, maar ze wel op zoek moeten gaan naar Nicky en Tigo, zodat iedereen een gelijke kans heeft om Wie is de Mol te kunnen verlaten. En hoe dit gaat aflopen, zoals ik net ook al zei, gaan we uiteraard volgende week zien. En dan is het alweer tijd voor de afsluiting van deze aflevering. De voor mij potentiële mollen is er eigenlijk nog geen verschil gemaakt. Dit zijn steeds Tigo, Nicky en Peggy. En dat is ook eigenlijk waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan ook niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.